Gaat goed. Ja. Ringstars is begonnen, nou, ik samen met Harold Dijkman. We hebben eerder een gala gedaan. Maar heren, ik heb eerder een gala gedaan met Deon. Ik heb nog, was nog een beetje zoekend. Nou, Harold ken ik al. Eigenlijk al vanaf dat ik begon met kickboksen op mijn 16e. Stond hij altijd bij me in de hoek. Nou, hij is een ondernemer. En nou, een van de dag kwamen we elkaar weer tegen op de gym. Ouwe hoeren van, hey, zullen we weer wat doen? Maar zodoende afspraken gemaakt en een visie die we hebben. Dus we willen het oude kickboksen, hoe het vroeger was, toen ik begon. Weet je, clinchen, Thaise muziek, 5x3, B5x2, actieve clinch. Het liefst met ellebogen. Ja, ik hou daar heel erg van. Dat willen we terugbrengen. En het gaat goed, het is goed aangeslagen bij iedereen. Ja, kijk, weet je wat het is? Kijk, ik heb heel veel partijen 3x3 gekocht hoor. Maar de echte partijen van vroeger, waar ik nog steeds af en toe naar kijk, en dan echt over Ramon Dekkers, iPhone Hippolyte, Ryan Simpson. Daar kijk ik, als ik thuis ben, op YouTube kijk ik daar nog steeds naar. En dan zie je dat clinchwerk, dat vind ik heel mooi. Weet je, en met ellebogen, dat vind ik ook verschrikkelijk mooi. Maar niet iedereen in Nederland wil dat doen. Maar daar zijn we naartoe aan het werken. Maar ja, het is gewoon, ik vind het een mooi spelletje. En wie 3x3 K1 rules mooi vindt, ook goed, geen probleem. Daar is genoeg, daar zijn maar genoeg het is evenementen. Zo... Ja, ik moet toch wel merken dat heel veel van het publiek, en dat zijn jongens die ik al vanaf van Zonnehuistijd, dat we in Zonnehuis vochten, zie ik dezelfde publiek terugkomen. En dan zeggen ze nog van, ja, hé, hey, top. Die willen gewoon dat oude weer zien, weet je. Ja, dat is toch want leuk om te horen. Hoe oud ben jij? Nu 29, ja, ik ben Iers. 10. Dat is niet, dat hadden onze hoofdprogramma. Qua A-partijen was eigenlijk op het vorige evenement was dat al rond. Want we hadden heel veel van de vechters hadden we naar de ring geroepen om ze face-to-face het bekendmaken. Dus het A-programma was eigenlijk al rond. En de B-jongens, ja, je kijkt toch. En ik werk toch het liefst met de opkomende jongens uit Almere. En ja, zodoende. Maar ja, achter de schermen waren we natuurlijk al heel lang ermee bezig. Ja, maar je moet... Kijk, ik vind... En dat vind ik een beetje in Nederland wat nu af en toe gebeurt. Is dat de partijen worden meer neergezet voor jongens die alleen maar verkopen. En ik wil gewoon, ik ben echt een liefhebber. Ik wil gewoon dat mooie partijen neerzetten. En als dat gebeurt, dan komen de mensen vanzelf wel bij je kijken. Vind ik. Weet je, dat is mijn visie erop. Ik ben gewoon echt een liefhebber van de sport. Weet je, en ik heb gewoon soms een partij die ik in mijn gedachten heb. Dat ik denk, die wil ik gewoon zien. En dan zet ik hem neer. Maar kijk, uiteindelijk... Uiteindelijk komt dat naar overwint dat, denk ik. Mijn visie van wat er gaat gebeuren met een paar jaar. Ja, kijk, als promotor, kijk, ik zou me daar ook nooit mee gaan bemoeien. Kijk, dat is gewoon iets, ik vind het vervelend, omdat er was een klein opstootje, emoties lopen hoog op. En ik ken allebei die jongens zo goed, dat... Ja, anders zijn het Almere. Het zijn allebei jongens. Ik heb met Jagers getraind toen ik bij Ryan Sim. Toen ik nog vocht heb ik jaren eigenlijk met Jagers getraind. En ik heb heel veel met die jongens van deze gym getraind. Ja, kijk. Ik bemoei me ook niet met de jurybeslissing. Want wat gebeurt er dan? Als ik één keer ermee bemoei, dan zullen mensen misschien denken, hé, ik ga helemaal niet bij Kane tegen een jongen van Simpson Gym vechten. Want als ik dan winnaar ben, dan gaat hij klagen bij de jury. En als het dan wordt omgewisseld, dan kan je kappen met de gala organiseren. Dus ik heb toen ook gezegd, ik heb met Jacobs ook gesproken, 2 dagen daarna. Kijk, hij is een hele emotionele jongen. Die jongen traint 2 keer per dag, hè. Keihard gaat hij ervoor. En als hij echt vindt dat hij gewonnen heeft, dan kan ik het me voorstellen dat zoiets gebeurt. En ja, Brunsie is ook een hele lieve, rustige jongen die denkt ook van ja, wat gebeurt hier? Maar allemaal achteraf, praat je met elkaar, is het uitgesproken. Kijk, zijn trainer moet gewoon de jury, een officiële, hebben ze gedaan. Ik heb er uiteindelijk niks meer van gehoord, maar ik kan er niks aan doen. Ik ben promotor, ik bemoei me er ook niet mee, zou ik ook nooit doen. Al heb ik de partij niet echt helemaal meegekregen, want ik was natuurlijk met alles bezig. Ja, ik weet het niet. Ik heb dat wel, dat heb ik net ook gezegd. Dat zeg ik tegen alle vechters, het is een Muay Thai bond en het zijn Muay Thai regels. Weet je, clinchen telt heel erg, knieën en trappen tellen heel erg. Nou heb ik de partij niet helemaal meegekregen en
Wat ik gezien had, vond ik het een onbeslist. Dat zeg ik je eerlijk. Maar ja, als het dan net iemand... Kijk, als het dan net iemand... als je denkt dat het onbeslist is, kan het altijd hier vallen of hier vallen. En dan is er altijd een partij die ontevreden is. Charity heb ik benaderd. Maar die heeft even gezegd van, ze was even met de school bezig. Dat is hartstikke goed, want die moet de school doen. Ruby hebben we ook benaderd om een rematch tegen Selina te vechten. Die is net binnengekomen, zag ik. Maar dat willen ze niet doen, dus dan gaat het over voor haar. Jammer. Ja, dat zou een toppartij weer zijn. Maar ja, als ze niet willen. Ruby. Hij staat tegen een jongen van Chef Weber. Moritz, ja, zacht. Dat is eigenlijk een blanke schacht versie van Henrique Soa. Kort, stevig, en die gaat gewoon lopen hakken. Dus dat wordt ook een beukpartij. Oh, is dat zo? Ja. Hij heeft laatst goed gevochten ook. Kijk, dat is het. Ik heb heel lang met Erik ook getraind. En hij kwam naar me toe, of we spraken elkaar. Nou, ik wil misschien mijn afscheidpartij vechten. Dat zei hij. En moet ik eerlijk zeggen, toen ik zijn laatste partij zag, wist ik dat dit niet zijn afscheidpartij zou zijn. Jij ook, hè? Ik wist het, ik zag het. Maar het maakt mij niet uit, weet je. Kijk, Erik is een jongen. Het zijn allemaal jongens die me heel dichtbij zijn. Dus ik doe echt mijn best om iedereen neer te zetten. Maar je kan niet iedereen neerzetten jammer, die je neer wil zetten, weet je. Dus ja. En vooral jij, jij kent iedereen. Hè? Ja, geblesseerd, ja. Jammer. We zijn nog bezig met de tegenstander van Errol. Hij is nu in het buitenland vechten. Vandaar dat hij er niet is. Maar we zijn bezig. Ik heb ook aanboden uit Engeland gehad. Ik denk dat ik, omdat ik met... Ja, ik werk toch met andere promotors in Ierland, Engeland. Ik denk dat ik wel een jongen uit Engeland ga halen. Voor Errol Koning, hè? Ja. Oké, okay, dus dan hou je ons ik denk, ja, dan hou ik jullie op de hoogte. Dat is een waardige wereldtitel. Twee wereldkampioenen tegen elkaar. Spannend, hè? Dat is dus waar ik van hou. Dat is een partij die ik al heel lang wil zien. Gewoon voor mezelf wil ik die zien. Dus ja, jij voelt misschien een beetje egoïstisch. Nee, ik zet alleen maar neer wat ik wil. Nee, maar je hebt goede smaak. Kijk, voor de mensen die nu een beetje komen, die kennen Remco Hiske niet. Remco Hiske is een jongen, dat is een beetje van ja, mijn tijd om te zeggen. Ik ben nu 3-4 jaar gestopt, maar... Dat was echt een jongen die knalde aan de weg, hoor. En ja, vrouw, vriendin, trouwen, eigen bedrijf, stoppen. Maar ja, toen op mijn vorige evenement had hij eigenlijk een beetje zijn comeback gemaakt in een MMA-partij. Een invalpartij was het zelfs zo. En ja, gewoon contact met hem gehouden. Een goede vriend van me altijd gebleven. En geloof me, het is echt zo'n houten boer is het. Het is echt een lastige gozer. Ja. Dus, kijk, dat is wel iets wat ik wel dat altijd is heb. Mama Mia. Dat zijn twee goede vrienden van me. Echt, met Fredje heb ik leuke tijden meegemaakt altijd. Naar het buitenland ook af en toe gegaan met het vechtsport. Sergio heb ik jaren mee. En Sergio heb ik eigenlijk... Vanaf zo'n dikke 9 kwam hij binnen in de sportschool. Tot nu helemaal. Ja, hij was echt dik vroeger. Ja. En vanaf nieuweling tot aan nu vecht hij. En die gaan gewoon allebei lekker met die ellebogen lopen hakken. Miltai, hè? En wat veel mensen niet weten, maar dat weet ik. Fred Sikking heeft jaren in Thailand gewoon. Die heeft 30, 40 partijen daar gevochten. Met ellebogen. Dus die zei ook tegen mij. Hij zei, grap, ik ga gewoon lopen hakken met die ellebogen. Dus ja. VIP surprise guest. Nou, de eerste keer was Alistair Overeem de wereld. Nou ja, sowieso zal ik altijd mijn vrienden uitnodigen. Ismael Lond komt altijd even langs. Dat soort namen. Maar iedereen is... Murto komt ook vast wel weer. Ik vind het gewoon leuk. En dat soort jongens... eind oktober. En dan ben ik bezig. Ik krijg het denk ik wel rond. Ik moet één partij nog kijken. Maar dan komt de hoofdpartij van vorige keer die niet door was gegaan. Die wil ik heel graag neerzetten. Welke was dat ook weer? Jordan Piqueur tegen Mohamed El Massoudi. Ja, ik wil die partij ook gewoon zien. Ja, dus ze gaan gewoon nog een keer. Elkaar. Ik denk het wel. Kijk, heb ik al met Harold besproken. Dit keer zijn er toch wat oudere gevestigde namen op de kaart. We willen volgende keer willen we iets meer de jonge jongens, want heel veel van die jongens uit Almere die vorige keer B hebben gevochten, die gaan naar de A. Ja, dus we gaan toch iets meer daarop zetten. We willen twee top A partijen, echt knallers. Maar dan bijvoorbeeld een Rutsel Sinago, die gaat naar de A. Die moet gewoon dan staan. Dat is een jongen, ja. Een jongen uit Almere doet zijn best, die moet daar gewoon staan. En
Serginho gaat waarschijnlijk zijn eerste A-partij draaien. Oh, toch? Weet je? Dat was net over met Milieu. En het ligt er ook natuurlijk aan wie wint op deze evenement. Ook nog. Dat vind ik ook altijd belangrijk. Je moet wel winnen om weer te mogen vechten. We zitten nu in een grotere locatie. Ja, Sportal Stedenwijk, waar vroeger altijd de slam evenementen gehouden werden. Dus. Max heb ik gevochten, Thai Fight heb ik gevochten, nou, bijna alle slam events heb ik gevochten, ja, heel veel, we hadden wel altijd leuke tripjes naar het buitenland vroeger. Ik heb tegen Valdi Shabari gevochten, twee keer tegen Rashid Balani, Ait Nasser, dat was dan in Thailand. Dave van de Ploeg, Jan van Denderen, dat zijn allemaal namen die jij ook misschien niet kent, maar dat zijn, ja, ik weet het eerlijk gezegd. Dat ik heel veel van die partijen ook vergeten. Maar... Ik denk 4 jaar geleden. 70, 66 soms. Jullie ik heb heel veel blessures gehad. Ja, ik kijk. Dit vind ik leuk. Ja, weet je, dat het vecht, het vergt zoveel energie van je. En ja, kijk, weet je wat het probleem is bij mij? Is dat als ik een afscheidpartij ga vechten, wil ik niet tegen een pannenkoek vechten. En als ik kijk naar die jongens die nu mijn gewicht rondlopen, dan heb ik het over bijvoorbeeld Jordan Piqueur, Chris Baia, Cedric Manouf, Moche El Mesoudi. Dat zijn dan een paar namen, maar dat je naar ze kijkt en denkt, tering, als ik tegen die moet, dan moet je echt even trainen. Aan de bak. Dan moet je echt gaan trainen, dan moet je alles aan de kant laten. Ja, en daar heb ik gewoon helemaal geen zin in. Even. Ik hoop dat het komt. Ja, kijk, weet je wat het is met het gevecht? Dat gaat wat kosten, maar die jongens verdienen het gewoon. Die mag ook wat kosten. Als je mij vraagt wie gaat winnen, zeg ik eerlijk, denk ik dat Rico wint. Nee, kijk, ik ben echt een Badder-fan, maar Rico is nu op zo'n level, zo'n ritme. Dat kan je niet in 4-5 maanden kan je dat niet krijgen. Waar. En Rico is ook echt verschrikkelijk goed. Die is echt goed. Weet je, kijk natuurlijk, ik ben een Badder-fan al jaren. Die agressie en dit. Maar ja, bij Rico gaat dat niet lukken. Bij Ismael was het laatst gelukt met die hoek. Want ja, Ismael heeft een slechte dekking. Dat is een grappig, maar ik vind dat hij een slechte dekking heeft. Maar bij Rico, die ga je niet zomaar raken. En ik zou geen geld op Badr-Hari zetten. Maar ik ga wel naar de partij kijken. Kaarten bij alle deelnemende vechters en sportscholen. En kom op tijd, want je weet, wij beginnen op tijd. En kom met je gezellige. Hè? Okay. Maar ja, kom op tijd. Kom gezellig doen. Ga niet gek kaart doen in de zaal. Jullie hebben gewoon anders via... worden jullie allemaal eruit getiefd. Ja, VIP is gewoon goed geregeld. Maar in principe is de VIP eigenlijk nu al bijna uitverkocht. Dus als mensen wel wat willen, moeten ze wel snel erbij zijn, anders is het weg. Dat was vorige keer. Er stonden gewoon mensen. Is vol. Nee, is goed. We zijn er zeker bij 18 juni. Is goed. Ja, hey. Nee, Oes. Oes, hè. ik ben China. Ik vecht van 60 tot 65 kilo in de beek. En ik ben bij Vos in Amsterdam. Ja, 16 jaar. En wanneer ga je naar de A? Ik hoop eigenlijk dit jaar, misschien wel eerder zelfs. Ja, het is, je traint er zo hard voor en iedere keer wordt er afgezegd. Laatste moment of noem maar op, het wordt gewoon gecanceld door bepaalde redenen. Het is natuurlijk niet leuk, je traint er hard voor, spanning, mensen die komen kijken, dat soort dingen. Het is lastig om dan zo'n teleurstelling te horen, je zegt niet meer. En, dit jaar heb ik dat vaak meegemaakt, vorig jaar ook wel, maar gevaar. Ja, zeker. Mijn laatste gevecht was februari tegen Nadira de Ling. Heb ik mijn eerste B-partij gewonnen op knockout in de eerste ronde, door middel van de knie. Dus ging goed, was lekker. 22 mei, push to the limit. Tegen Sarah Gobbo van Majiro Gym. De Chinese Josefina van Majiro Gym zelf. Ik zit nu op de 36. Dus, Ik ben pas 16. Ja, pas 16. Vier verloren. Wat zijn jouw sterke punten? Is dat je box of je kick of je...
Ja, voor alles. Ik ben allround. Dus bij mij kan je het nooit verwachten. De partij is meerdere malen aangevraagd door meerdere promotors. Ik kan je helaas niks over zeggen. Ja, ik weet niet. Het ligt niet aan mij. Waarschijnlijk bij een andere partij. Maar ja. Ja, ik kan het verder... Jammer! Ja, ik ben ook fan jammer. Van haar hoor. Daarom. Ja. Daarom juist. Zeker ik ben fan jammer. Van jullie allebei. Zeker. We stonden wel een paar keertjes gematcht, moet ik eerlijk zeggen. Ik had toen een zware blessure. Ik had een bicep-pace-ontsteking. Daardoor kon ik het Spider Gym toernooi Women Tournament niet meer vechten. En ja, dat was eigenlijk bekend. Dat ook medisch verklaring. Daarom dus. Ik had een zware blessure. En ik ben nu helemaal hersteld en ja, zij ook nog. Dus, nou ja, hopelijk in de toekomst. Ja, wie weet. Gaan we school? Ga ik naar school. Ik geef les aan kinderen, vooral aan meisjes. En ja, veel trainen eigenlijk. Veel trainen. Ja. Wat zijn je verdere ambities? Hoe ver wil je komen? Ja, ik wil zoals ik al zei, eind dit jaar wil ik A-klasse worden. En iedereen in de 62 kilo verslaan. Next stop. Bringstars? Eerste keer dat je Bringstars staat? Nee, ik heb de eerste editie gevochten. Tegen Ruby dus. Ruby op punten. Iedereen was daar was een hele poehee over. Ik vond zelf niet dat ik verloren had. En meerdere niet. Dus vandaar de haat. Er is weer aan de hand tussen jou en Ruby. Ja, ik support jullie allebei. En, ja. Nou. Ik ben klaar voor alles wat op mijn pad komt. Jullie gaan zeker veel van mij horen. En hou me in de gaten. Facebook, Instagram. Chirino. Volg. Volg. En hoe groetjes aan je moeder. Je zit ook zeker. Maar aan mijn Facebook. Mama, als je kijkt. groetjes aan jou. En doe de groetjes aan Frans ook natuurlijk. En Ivan en je trainers natuurlijk. Je gaat naar Suriname binnenkort ook, of nee, niet? Nee, mijn partij is helaas niet doorgegaan. Oh, Danger Zone, hè? Ja, Danger Zone. Jammer. Ik zal voor de titel vechten, de UMC-titel. Is die doorgegaan? Ik heb 5 tegenstanders gekregen ondertussen. Van Brazilië tot Frans-Guyana. Ik heb een hele sterke band met Denise, met alle respect. En, maar ja, ik weet, ik zou het eigenlijk niet weten. Het liefst wel, maar omdat ik haar zo goed ken. Zou ik twijfelachtig eigenlijk. Maar ja, ze staat wel aan de top. Ik zou zeggen, dus ja, wie weet ooit. Wie weet ooit, hè? Ja. Nou, we gaan je de gaten houden. Ja. Dankjewel, hè? Dankjewel. Oes. Met Dwayne Panka, hoe is het? Ja, goed, zeker. Ja? Zelfs weer te zien. Toen vertoonde ik tegen Amin Boudhoum. Ja, was een goede partij. Amin is een goede vechter ook. Ik heb ook mijn best gedaan. 5 rondes hebben we hard geknokt. Uiteindelijk is hij als winnaar eruit gekomen op punten. Dus nu op naar de volgende wedstrijden. Ik ben 23 jaar. Ik vecht op 61 kilo, 60 kilo, B-klasse, beginner B-klasse. 18 juni. Ja, ik vecht daarvoor ook nog bij Bojanski. Ik heb nog geen tegenstander, maar waarschijnlijk komt dat wel nog. En 28 mei vecht ik bij Bojanski op 29 mei. En 18 juni vecht ik bij Ringstars tegen Koikes, heb ik net gehoord. Okay. Ik weet nog niks van hem. Maar we zullen het zien. Afgelopen jaar, ik heb tegen Amin gestaan. Ik heb tegen Damien Jans gestaan in het toernooi. Daarvoor had ik nog tegen Andrion gestaan. Zijn naam ben ik wel kwijt. Ik heb nog tegen een jongen uit Utrecht gestaan. Die ook in het toernooi staat. Achteraf heb ik tegen hem gestaan ook. Dus van Damien had ik verloren in de halve finale. En uiteindelijk stond hij in de finale tegen Roberto Sorel. En die had hij punten ook gewonnen. Dus Damien is wel winnaar van het toernooi geworden. En ik heb... Een maandje geleden heb ik in Ierland gevochten voor een titelpartij, weer een titelpartij, samen met Roberto Sorel. Ik had helaas wat verloren punten, 5 rondes. Was wel een knokpartij. Moeilijk winnen daar, hè? Is moeilijk winnen. Ik heb 5 rondes in mijn vooruit gevochten, het was K1 rules. Ik heb hard geknokt, maar ze hebben toch anders gejureerd. Ja, daar moet je maar mee doen natuurlijk. Het is en blijft een jury voor sport, dus je moet het accepteren. Maar ja, als vechter, ik heb gewoon mijn prestaties gedaan die ik moest doen. 8 juni gaan jullie natuurlijk een spektakel verwachten. Ik heb keihard getraind. Ik ben ook bezig met trainen gewoon. Continu trainen. Dus altijd spektakel neer proberen te zetten. Toppartij neerzetten. Winnen of verliezen. Winnen is natuurlijk altijd meegenomen. Maar belangrijk is om gewoon een mooie partij neer te zetten. Weet je, dat je altijd alles hebt gegeven. Je kan kaartjes halen natuurlijk bij Kane. Ringstars. Andere sportscholen die meedoen. Deze gym, Simpson Gym.
Tommy van den Berg, gewoon bij mij kan je kaart halen. En voor VIP informatie kan je altijd bij mij zijn als je wil komen supporten. Ben je hartelijk welkom. En mijn Fightmasters natuurlijk. Dank je. Niet te vergeten. Oké, nou ja. Heel veel succes 18 juni en we blijven je natuurlijk volgen. Yes, dankjewel. Goed. Zie jullie 18 juni. Goed. Black Dragon Industries in Almere. Hendrik Zoa. Hij kijkt zo serieus. Vertel. Voor Ringstars. 18 juni gaan we slopen. Wat ga je doen? Ga je slopen 18 juni? Altijd, tuurlijk. Van de jongen van Neder, van Nicky. Ik ga hem aanpakken. Succes! Dus dank je wel. Remco Hiske, ga je straks drillen, ja? Ja, zo goed. Jou ook, hoe is het? Goed hoor. Ja. Goedemorgen allemaal. Echt hè? Ja. Ik slaap nog goed. Ja, ik ook. Hard gewerkt is het. Brendan, hoe is het? Ah, hoe is het? Hallo. Ja. Gaan jullie straks drillen, ja? Yes. Zal hem even inzoenen? Nee? Oh. VIP! VIP! Randy VIP! Dag mevrouw, hoe is het? Goed. Hoe is het met die kleintje? Jij wordt groot. Je bent bijna net zo groot als mij. Je hebt een idee kan niet krijgen, in industries. Printen hier t-shirts en merchandise. En Pixel Studios voor foto's en videoopnames. Fotoshoot voor 18 juni Ringstars Events, part 3, met natuurlijk onze eigen Fred City. VIP. Randy, ik heb jou nog nooit geïnterviewd. Hoe is het? Nee, want ik kan ook geen interview. Jawel. Dank je wel. Minosabi? Minosab. Hij is toch Surinaams? Minosabtak Asandati. Hij is Antilliaans. Swa. Kontabai Swa. Minosabtak Asandati. Leno. Ik heb hem net geïnterviewd. Oh, leuk. Ja, ik had Harold Deekman. Oké. Okay. Ja, ja. Oké. Hey, trouwens. Oh, sorry. Hoe heet jij? Sophie, Tara. Oh, Vechnies. Oh, in oktober dan of zo. Ja, ik zal dat wel niet zeggen. Vertel even over jezelf. Welk gewicht zit jij? Ik ben Sophie, ik ben 18 jaar oud. Ik ben een B-vechter.
Op dit moment heb ik 3 B-partijen gevochten, daarvan 2 verloren en 1 gewonnen. Ja. Waar train jij? Ropi. In ieder geval succes. Wel, wanneer is je volgende partij dan? Dat is nog twijfel gevallen. Ja. Maar vecht je daarvoor nog, of niet? Dat weet ik niet. Ik heb nog niks op planning. Oké, okay, nou ja, hou je in de gaten. Succes in ieder geval, hè. Doei, poes. Fotoshoot voor 18 juni Ringstars Events. Part 3. Met natuurlijk onze eigen Fred Sikking. Fred Sikking in de building. Hoe is het? Goed. En maar gelijk met de deur in huis te vallen. Je laatste partij, Ibrahim Elbouni. Ja. Vertel. Nou, ik had me goed voorbereid en we waren fit. Ja, als je ouder, dus de jongens denken, hé, hey, die Sikking, het waren jonge jongens, Ibrahim voor 24. Tot 12 jaar. 36. Dus ik moest echt aan de bak. Ik heb echt keihard getraind om hem om gewoon fit aan de start te verschijnen. Blessurevrij. Super veel gespart en ik draaide voor mij doen gewoon volgens mij goed. Ik had meer conditie dan hem. Dat zag je in elke ronde. Volgens mij maakte ik dan een beetje de partij. Ik miste af en toe een hoge trap, maar ik was volgens mij de waar je op de punt op scoort in K1 of whatever. Glory, aanvallende vechter, agressievere vechter, meer punten gescoord. Dus ik dacht dat ik ronde 1 sowieso op mijn naam zette. Ronde 2 misschien gelijkwaardig, whatever. Ik kon ook wel naar hem toe zijn gegaan. Maar ronde 3 ook zeker voor mij. Dan zag je ook duidelijk dat ik meer lucht had. En zo voelde het voor mezelf. En toen vroeg ik bevestiging aan mijn hoek. Die zei 100%. En social media ging gelijk los. Ging helemaal los. En het publiek liet ook gelijk weten van, hey, hier wordt een foute beslissing genomen. Het is ook helemaal niet de schuld van Elbouni of whatever. Of zo. Maar nee. Het was gewoon dat gevoel die dag. En dan denk ik van, ja, ik kom van verliespartij, Ik had Tavares pech gehad, misschien eigen schuld, hè. En Glory verloren van die Fransman. En dan win je eindelijk en dan doen ze dit. Ja, en bij Glory vocht ik ook wel goed. Ja. Alleen in ronde 2 liep ik eigenlijk op een terechte 8 tellen van hem. Ik was aangeslagen. Maar die 8 tellen kreeg ik helemaal niet. Oké, dus als je hem dan niet krijgt. Ik was aangeslagen, maar ik kreeg hem niet. En in ronde 3 gelijk uit, slippertje, en dan geven ze een 8 tellen. Dus ik vond die eigenlijk ook, maar goed, een pakje pech gehad. En toen kreeg ik een hele lange vries, Bas van de Bos of zo. Ja, die deed ook hartstikke goed, die was 2 meter. En dan heb ik ook wel op een knok voor mijn leven verlies je weer een punt. En dan elke keer net niet. Eigen schuld misschien hoor. En nu dacht ik van, hé, ik ben er klaar voor. En dan wilde ik je even vragen wat ik was. En dan word je eigenlijk een beetje zo... Genaaid, ja. Genaaid. Maar ik las op social media dat je protest hebt Ja, mijn hypo heeft een protest ingediend. Dus, ah ja, we hebben protest ingediend. En dat duurt 3 weken. Ik heb gevraagd of dat een onafhankelijke jury kon zijn. En Hypo ging kijken of dat ging lukken. Want als dat gewoon bij dezelfde bond is, ja, dan verlies je waarschijnlijk weer. En het maakt me eigenlijk al niet meer uit. Dus schat, kijk, het is gebeurd. Het publiek heeft laten weten dat we het niet mee eens zijn met de beslissing. En niet een paar, maar echt iedereen. Hè? En ook ook zijn eigen mensen. Weet je wel, de Marokkaanse gemeenschap die allemaal tafels hadden voor Mootje. Iedereen boeide. En toen, dus ik was die avond al de morele winnaar. Alleen op papier staat gewoon dat ik verlies weer. Ja, whatever schat. Eigenlijk is het al een beetje verpest weer, hè. Het zweertje, ja. Het was zonde, goede pot. Maar iedereen weet dat jij gewonnen hebt, dat is belangrijk. Het was gewoon een goede pot, laten we dan daarop houden. Ik vecht 14 mei in Infusion tegen Frederik Sinistra. Ja, die vecht als op zich, dus die vecht, ik ken hem niet. Ja, hij is goed. Hij is goed. Ze zijn allemaal goed, toch, in deze klasse. Die vecht vanavond tegen Sergio Piquet volgens mij. Had ik toch gelijk, ja. En dat is mijn volgende, dus ik kijk of ik kan kijken. Dat is in Istanbul. Jij hebt altijd goede tegenstanders. En, ze zijn toch ook allemaal goed, schat, en niet meer 35. Nee, maar jij staat altijd tegen. Ontloopt ze niet meer. Gewoon, je kan niet meer denken van, dat wordt een makkie of zo. Ze zijn allemaal goed. Cairo, Tavares, Boyeboy, Ibrahim. Ze zijn toch allemaal hartstikke goed. Ze trainen maar 2 keer per dag, ze zijn allemaal prof. Ik sprak Michael Dude laatst op een event. Ja. En ik vroeg hem, ontduik jij Fred Sikking? En hij zei van 2 jaar geleden of zo,
ja, hij zei hij had een paar verliezen gedraaid, jij had een paar verliezen gedraaid, dus het was voor hem op dat moment niet interessant. En hij had blessures, maar hij zegt dat hij je zeker nog gaat tegenkomen. Oh, nou ja, goed, we zijn all in the game, hè, nog steeds. En nou, dat was 2 jaar terug, ik zou tegen hem uitkomen, vroeg naar de WFL. Die partij is nooit gekomen. En de anderen staan allemaal al in de rij of whatever. Dus die zijn zat andere vechters. Ik heb eigenlijk niks tegen hem. Of het is een beetje opgehyped natuurlijk. Leuk om tegen hem te vechten, maar als het niet komt, is het ook goed. Hij komt ook weer terug. Hij gaat tegen Patrick Veens ook. Had je al eerder bij Infusion gevochten of niet? Jawel. Tijdje terug. 2 keer volgens mij. Sowieso tegen een Roemeense jongen. Sterk jongen, won ik op punten met een extra ronde. Dat is zijn naam niet meer. Dat is weer terug naar Infusion? Nee, ik. Ja, Fighterstart. Ja, Infusion Nijmegen, ver weg, maar wel leuk denk ik. In ieder geval succes. Ja, leuk, mooi verhaal denk ik, ja. Ja, zeker. Ja. En dan 18 juni Ringstars tegen Sergio Piqué. Ja, spannend. Titel vecht Muay Thai. Wereld titel Muay Thai, ja, dat vind ik wel lekker Muay Thai, ja. Je hebt nogal wat titels, meneer Sikkie. Ja, leveren ze geld hoor, kan ik ze ergens in leveren of niet? Nou, welke titels heb jij? Trotsel. Ik ben er heel blij mee. Ik won in 2008 Nederlandse titel. En in 2009 verdedigde ik hem. En die verloor ik dan op punten. En in 2010, weet je wel, het is continu verdedigen dingen. In Thailand 3 keer een titel gepakt. Ik ben veel naar Thailand, ik heb daar veel gevochten. Je hebt daar getraind? Ik ging er wel vaak heen. Ik ga er al even vanaf mijn 18e. En dan bleef ik een maand, of 2 maanden, of 3 maanden, of 4. Ik ben er 5 maanden. Ja. Dan bleef ik in zo'n kamp. En dan vocht ik elke maand vocht ik een partij tegen een Thai. Ik heb er denk ik een stuk of 25 gedaan. Toen was ik in Nederland nog C-klasse. Toen vocht ik daar 5 keer 3 met ellebogen. Dus dat heeft me gewoon heel veel ervaring. Een hoop schade ook opgebracht natuurlijk. Een hoop leergeld. Studiegeld betaald daar. Maar het was wel heel goed joh, het was leuk. Maar Thailand hè, dus jij hebt echt dat... Ik heb tegen die Davy Cooper nog staan, Amerikaan, in Pattaya. Wereldtitel met ellebogen. En dan, ik heb wel een beetje geluk, of ik heb het altijd goed gedaan, voor mijn moeite. Ik won ook mijn wereldtitel tegen Turkse jongen hè. Ospan Mook heet die geloof ik, ja, Ospan Mook. Ook voor mijn moeite wereldtitel. En nu weer voor mijn moeite wereldtitel, dus... 3 keer scheepsrecht, zeg ik dan. Sergio, hè? Heb je al eerder tegen Sergio gestaan nee. Of niet? Eerste keer. En ja, we hadden het net al over Glory, maar het was een jammer... Light heavyweight division of Glory. Jammer van die eetkoud, maar het was een hele mooie partij. Vond je het mooi, ja? Ja, ik vond hem goed. Ik vond het... Maar wij houden van vechters net als jou die gewoon komen om te knokken. En als je dan verliest, ja... Ja, maar als je nou net elke keer op het nippertje verliest... Dat is toch niet meer leuk. Ja, maar daarom... Goed afsluiten. En dat was, dacht ik dan tegen Boonie van, nou, je was fit, je wint eigenlijk dan. Voor je gevoel, hè, en voor de mensen. En dan de jury, denk ik van, jongen, dat was nou toch even de andere kant. Dan kon ik nog even een jaar of 2 er tegenaan, weet je wel. En ik wil gewoon echt even goed afsluiten. Nou, je bent even... nog lang niet klaar, hoor. Jij denkt elk jaar dat je klaar bent, maar je bent nog niet klaar. Ik ben nog niet klaar, hoor, maar ik wil het even goed afsluiten. Kunnen jullie nog terugzien bij Glory? Amsterdam? Ik heb ze gesproken van Glory, aankomende. Maar ik vecht natuurlijk 18 juni tegen Sergio Piqué. Plus... Dat ga je niet redden. Dat ga ik niet redden, want hun zijn daarna. Ja, plus hij zei me dat alle contractuele vechters zullen vechten. Nicky Holske, Groenart, Rico Verhoeven en... ja, laat eerlijk zijn, ik heb daar vorige keer verloren. Ja, maar je hebt niet lelijk verloren, bedoel je? Nee, oké, maar ja, ik ben... Ik ben binnengekomen als debutant, ik verlies weer, dus misschien is mijn stappen daar alweer voorbij, wie iets had zeggen, ik weet het niet, misschien bellen ze volgend jaar weer. Nee joh, misschien goed, eind van het jaar weer joh, bij je. Ja. Nou, 18 juni hadden we het net over, wat kunnen we verwachten 18 juni? 18 juni? Zeker. Moet hij, hè? Dat is met elleboog toch? Ja, een hoop elleboog even verwachten denk ik. Ja, hij zou willen stompen, nou, dan gaan we stompen. Wil je nog iets te zeggen tegen Sergio, die zit nu in Turkije? Ja, die vecht in Turkije. Ik wil hem succes wensen voor zijn wedstrijd vanavond. Die mag hem niet winnen. Goed voor hem, toch? En Vos Jim zit met Adames bij Kunlun.
Ja, ik ben Koenloen. Dan wil ik ook allemaal succes wensen van Force. Het is vanavond druk en Fight Night. Hey, Fight Night. En... volgens mij sta ik in een 8-mans toernooi. Ja, net na de zomer. 3 keer vechten bij een avond, ja. Waar? Ik kan er nu, volgens mij nog niet zoveel over vertellen, maar dat, alle toppers van de Ming 95 staan erin. Welk gala is dit? Welke vrienden mag je niet stellen? Mag je niet vertellen, denk ik. En trouwens, zolang het niet bekend wordt gemaakt, zal ik het ook niet bekend maken. Ik denk dat alle toppers, nummer 1, 2, 3, weet niet of meer of ik daar... ik zal er bij in de top 8 nog erbij zitten, daarom hebben ze me gevraagd. 8 beste vechters, toernooi. Min 95. Is er een partij waarvan je nu zegt van achteraf van die had ik gewoon moeten winnen of die had ik echt niet moeten verliezen? Je laatste toch, El Boonie? Ja, maar die heb je niet verloren, dus... Nee, maar uiteindelijk op papier wel. Ja, wel, want nu komt de druk. 14 mei vecht ik tegen Frederik Sinistra. Ik heb niet gewonnen. Ik heb er dus nu 4 of 5 verloren. En ik had eigenlijk die winst even dus nee, een kort gevoel, want ik ben niet meer zo gemotiveerd. Ik heb zoiets van, oh ja, weer. Ik duik maar weer die ring in en denk ik van, nou, we zullen het wel weer zien. Maar ik had eigenlijk nu die drijf moeten hebben van, yes, je bent weer terug. Goed was een mooi gala trouwens. Dat was een supergoed gala. En ik ben heel blij dat ik bij Melvin steeds wat neergezet. En dan vecht ik 4 weken later op dit gala. Ja, zitten we ook weer te klooien met tafels. En dat is het klimaat tegenwoordig nu, hè. Dat je je tafeltjes maar moet verkopen, wil je nog met een boterham thuis komen en dan ben je profvechter. Dat is ook niet meer allemaal zo leuk, joh. Als je naar het buitenland gaat, dan krijg je waarschijnlijk je kerst in je handen en dan is het goed. Zou je bij je Respect World Series willen? Oh ja, Roemenië. Ik heb nog niks gehoord van die organisatie. Supercom ben ik geweest, dat is hartstikke mooi. Ik ken die nieuwe nog eerlijk gezegd niet. Nee, ze hebben pas 1 event gehad, dus... Maar ik knok overal in principe en tegen iedereen, toch? En dan... Als ik het kan doen, doe ik het. En dan even Badahari Rico Verhoeven. Ja. Ah, ja, is dat niet gewoon open gepraat? Zou Badden nog vechten? Heeft Badden dat geld nodig? Wil hij dan zo graag? Rico staat al die tijd te knokken tegen iedereen en die zit helemaal in zijn top tijd en die is super sterk en een badder een paar jaar geleden had Rico nooit van gewonnen. Hoe badder een paar jaar terug was, had Rico nooit gewonnen. Mocht het doorgaan, wat denk je dat er gaat gebeuren? Dan denk ik dat Rico wint op punten. Of badder moet een knock-out slaan. Maar ik denk dat Rico te slim is nu en te handig. Goede conditie, sterke benen, alles is sterk en goed, zijn boksen, zijn trappen. En Badder is een tijdje uit geweest. Vocht 1 keertje tegen Lond. Je hebt gezien hoe die ging. Was kiele. Nou, 4 knockdowns had Lond. Ah, kiele een hoop in gebeurd. Maar ik bedoel alleen maar te zeggen, Badder in zijn prime time of zijn goede tijd, verslaat iedereen. Waarom zou hij nu terug moeten komen tegen Rico? Misschien moet je eerst even 1 of 2 in elkaar timmeren. Nou, een afscheidpartij. Oh ja, nou ja, ik weet niet. Ik denk niet dat het doorgaat, eerlijk gezegd. Nee. En dan wat een herrie, even achter. Ik zie liever Tyrus Pong weer terugkomen. Jammer, hè? Stop. Ja, zo jammer. Dat las ik op internet. En denk ik van, dat was toch een van de beste vechters uit Nederland. Je hebt er ook tegenover staan, toch? Nee, met sparren, met trainen. Maar Tyrone is wel... En natuurlijk wel een grootheid in de sport ook, hè? En ik zie vaak jonge vechters die verliezen dan een paar keer. Ja. En dan geven ze op en dan stoppen ze een jaar en dan willen ze een comeback maken. Maar jij gaat gewoon door, je neemt het en je gaat door. Wat advies kan je geven aan de jonge vechters om... Schat, ik ben begonnen toen ik 18 was met deze sport. Ik ben 36. Ik wil de jongens wel een advies geven, maar dat is geen positief advies. Ja. Ga lekker voetballen. Ga je kijken waar je geld in kan verdienen. Want in deze sport zit gewoon geen geld. Jammer, hè? Als je kijkt naar de wereldtop, naar een Sprong of die niet betaalde door Glory of naar andere toppers. Ja, en je moet echt de absolute wereldtop zijn, zoals Rico of Nicky Holstok, om een beetje centjes te verdienen. En het klimaat is toch helemaal belachelijk dat je als professionele vechter, ik heb 2 kinderen thuis, en 2 keer per dag moet trainen, want er staan allemaal topjongens als Tavares en Cairo tegenover me. Allemaal super getalenteerde, maar gewoon topvechters. En in het buitenland zijn wij zijn toch nummer 1 van de wereld eigenlijk. Dus onze vechters ook. Wij zijn eigenlijk gewoon de beste vechters van de wereld. En kijk wat ik sta voor tafeltjes te vechten.
Is dat niet meer leuk allemaal? En wat moet ik dan de jeugd geven? Ik geef de kinderen les en ik vind het leuk om privéles te geven. Ja, ik... Nee, maar dan denk ik van... ik heb zo lang in deze sport gezeten. Wat ga ik nu doen? Als het stopt, het gaat stoppen dit jaar. Of het stopt volgend jaar. Misschien heb ik nog even een paar goede partijen en dan trek ik nog een jaartje door. Want ik ben natuurlijk eigenwijs. Ik wil nog even... Ik wil nog even, nou, even doorgaan. Wat moet ik gaan doen dan? Ik geef nu les elke dag. En straks moet ik toch gaan solliciteren bij een bouwbedrijf of bij een schilderbedrijf. Nieuwkomer of een veteraan? Bij Glory tegen die Fransman. Ja, rematch? Ja, tegen die Zinedine Hameur. Zeg maar Zinedine rematch. Ja, maar dat zou ik wel willen. Tavares bij de WFL. En dan, niet in het toernooi, maar ja, goed, ik verloor al deze. Tavares is leuk. El Boonie, misschien in Hilversum, of in de Dudok Arena, op het Gala van Real Fighters. Nou ja, goed, en voor de rest, ja. Even genieten nog van een paar jaar. Ik probeer nog zo lang mogelijk. Ik hoop dat Glory meeluistert. Luister altijd mee. Ik hoop dat jij tegen Michael Dieter bij eind van het jaar, hij is het eind van het jaar bij, maar dat jullie tegenover elkaar komen staan bij Glory. Of bij Infusion. Alles is mogelijk, goed. Ik hoop het ook, we zullen zien, toch? Jullie zitten nu een beetje op dezelfde lijn met promoters, dus het kan gebeuren. En het zou leuk zijn voor de fans. Dus, we zullen het zien. Zijn fan van jullie allebei, dus may the best man win. Voor 18 juni in ieder geval, heel veel succes. Ik vecht 14 mei, Infusion. Oh ja, eerst moet je die nog. Ja. En daar ga ik me op voorbereiden nu, dat is over 3 weken. En dan daarna is Serge Piquet. Ik heb er wel veel zin in, ja. Wat gaat er gebeuren met Piqué? 5 tot 3 minuten wordt het full moeite. En het is plus 95, dus een klein beetje uit of mijn comfortzone. Ja. Ik zeg min 95, dus hij was als hij tegen de 100 kilo hangt. Ik denk dat het een erg sterke vent is, sterke vechter. En dat een goede tactiek kunnen heeft, heb jij meer ervaring nu tegen of hij? Ik denk ik, ja. Ja, daarom. Dus, pak hem. Je bent sterk. Hè? Maar het wordt voel moet hij. En daar ben ik 2 keer wereldkampioen in en dit wordt de 3e keer. Oes. Veel geluk vanavond met je wedstrijd. Ja, en Marco ook. Toch? En jij heel erg bedankt voor het interview. Wou je nog iets aan je fans zeggen? Fans, altijd bedankt voor de steun. En kaartjes kopen of Facebook, whatever, Instagram en... Hartstikke goed. Bedankt dat jullie nog steeds fan zijn. Ik probeer nog even terug te komen. Hè. Je bent al terug, want je hebt gewoon gewonnen de vorige keer. Klaar. Even... Gewoon iedereen zag dat je gewonnen hebt die daar zat. Oké. Okay. Dus, ik ga nog wel wat mooie, kan je in zak steken. Mooie partijen laten zien. Zeker weten. Of misschien inderdaad, wat je net al zei, een rematch tegen El Boonie. Whatever. Nog een keer goed te laten zien wie de winnaar is. Misschien net wel. Hé hey Fred, zeker heel erg bedankt dank voor dit. Doeg. 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 Lang geleden inderdaad. Super top net volgens mij de laatste keer. Ja, zo lang geleden al. Ja. 2 jaar geleden alweer. Sorry, 2 jaar geleden. Ja. Wat heb je in de tussentijd gedaan? In de tussentijd? Hard getraind natuurlijk. Zoals altijd hard getraind. Ik heb hier en daar nog wat wedstrijden gevochten. Maar ik ben niet zo heel hard gegaan. Dus dit jaar 2016 wil ik echt weer knallen. Ja. Ik train bij Second South train ik, onder leiding van Erik Warmedam in Almere Buiten. Grote sportschool, een van de grootste in Almere. Doen we crossfit, boksen en gespecialiseerde kickboksen natuurlijk. Ja, ik kom uit Almere. Ik heb natuurlijk wel wat goed te maken omdat ik de vorige gala van Ringstars heb verloren. Tegen Ramsey, dus ik heb zeker wat goed te maken. Voor mij voelt het gewoon alsof ik extra hard mijn best moet doen. Alsof ik gewoon mezelf moet bewijzen. Ik kom uit Almere, grotendeels kent mij ook in Almere. Ja, en dat op zich moet ik gewoon laten zien wat ik waard ben. Ja, het is gewoon losgevecht. Ja, okay. Ja, klopt. Uitdagen. Of een rematch, is er nog een rematch die je wil? Nee. Ik heb nu geen naam in mijn hoofd dat ik denk van ik wil nog graag tegen die vechten. Al helemaal geen rematch. Ik ben ook echt zozeer
ja, geïnteresseerd in rematches. Ik bedoel, we doen het gewoon één keer. De winnaar is de winnaar, de finisher is de finisher. Tegen wie ik wel natuurlijk heel graag zou willen vechten is Mohamed Jiraya. Natuurlijk een hartstikke goede jongen. Echt een hartstikke goede jongen. Jiraya, je vecht echt fucking goed, jongen. En ik hoop dat we ooit een keertje tegen elkaar staan. En dat ik mag laten zien wat ik in huis heb. Dus dat... Dat zou een mooi punt worden. Is het hetzelfde gewicht, ja, Jiraya? 65 kilo volgens mij. En ik vecht 66 kilo. Oh, dus je kan nog een beetje... Ja, dus ik kan nog een kilootje of een kilootje erbij. En Fusion. En Fusion. Glory. Fusion heb je al gevochten? Had ik al een keer. Nee. Wel de matchmaking. Ging daar helaas niet door. Glory wil ik heel graag nog een keertje vechten. En ik hoop dat K1 terugkomt. Niks. Ik train 12 uur per week. Daarna werk ik bij KPN. Van 40 uur per week. Heb gewoon normale banen? Gewoon normale baan. 40 uur normale baan. Ik heb een eigen bedrijf. Doe ik hier en daar nog wat in de sport. Mijn hobby is echt kickboksen. Dus ik ben gewoon heel veel. Wat is je eigen bedrijf, zei je dan? Sport. Ik geef personal training. Ook al, oké. Okay. Waar kunnen we je vinden voor personal training? Facebook, John Delaney. Check mijn Snapchat, forever-jd. Ik kan me overal vinden. En hoe oud ben jij? 26 jaar. Ik vecht 22 mei natuurlijk. Dat is volgende maand in IJmuiden. Die maand daarna, in juni, 18 juni volgens mij, vecht ik op Ringstar Event nummer 3. Het is de derde editie. Het enige wat ik kan zeggen is, kom gewoon kijken. Het is gewoon knallen. Anthony en Harold doen hun uiterste best om gewoon wat moois voor jullie neer te zetten. Het zijn toppartijen, topsfeer, lekker eten, bier. Gewoon komen, man. Let's go. Hé, we gaan je aanmoedigen, ja? Ja, dankjewel. 18 juni, hè? Hoes. Hoes. Nou, dankjewel. Ik ben 24 jaar. Ik zit bij Team Snipers. Eigenlijk Amsterdam. Team Snipers Amsterdam. Ik train bij REA Training, dat zit in Den Haag dan. En ik train bij Mass Gym, dat zit in Amsterdam ook. Ik vecht op minimaal min 77 tot 82 max. Dat is het eigenlijk een beetje. Ik vecht in de B-klasse. Wanneer ga je naar de A? Als het aan mij lag, nu meteen al. Maar ja, het ligt toch aan je trainers. En hun bepalen wanneer naar de A gaan. Ik ga ervoor natuurlijk. En veel knokken gewoon. En wie is jouw trainer? Marco Piquet. Ik heb getraind door Marco Piquet, ja. Jammer, hij zei vandaag, tenminste Sergio is vandaag niet aanwezig, want hij zit in Turkije. Nee, klopt. Hij vecht in Turkije dit weekend tegen Frank Sinestro, als ik het goed heb. Oh, en die moet binnenkort tegen Fred Sikken ook. Ja. 18 juni sta jij tegen Jens van Fleming. Yes, dat klopt. We hadden het net over je. Okay. Hij had een leuke boodschap voor je. Oké, ik ben benieuwd. Heb je ook een boodschap? Kijk, ik hoop dat hij hard getraind heeft, want ik doe dat wel. Nou, hij zei hetzelfde over jou. Hij hoopt dat jij hard getraind hebt. Ik hoop dat hij goed en hard traint. Ik train hard, ik train technisch, ik train veel. Dus ik hoop dat hij dat ook doet. Want hij gaat voor chaos. Ik heb wat goed te maken met Ringstar. Dus het wordt een beukpartij van mijn kant sowieso. Vertel even over je vorige partij bij Ringstars. Mijn vorige partij bij Ringstars was niet gegaan zoals ik wilde dat het moest gaan. Tegen wie stond je? Tegen Saul Kruidhoff. Oh, een andere Kruidhoff. Ja, maar van deze gym. Hij vecht ook met Gala toevallig. Eerste ronde ging gewoon gelijk op. Ik denk dat ik in die partij ging voor het eerst kreeg acht tellen. Dus het is een... Het was heel onwennig voor jou als vechter zijn als je voor het eerst acht tellen krijgt. En op een gegeven moment vocht ik achter de feiten aan. Tweede keer acht tellen gehad. Wel weer opgestaan gewoon. Op een gegeven moment kreeg ik de derde keer acht tellen. En toen was het einde partij. Dus was eigenlijk je focus al eigenlijk al kwijt na die eerste... Na die eerste acht tellen dan... Wat je niet gewend was. Want ik, dat is de eerste keer. Ik heb nog nooit eerder meegemaakt. Dus als het dan gebeurt dan... Gelijk drie keer. Ja. En wat heb je vorig jaar een beetje gedaan? Vorig jaar? Ik heb niet zo heel veel gevochten eigenlijk. Want in die, kort na die partij, wat Ringstars, kneusde ik een rib. Dus daar ben je ook een hele tijd zoet eigenlijk. Ik denk dat ik 8-9 weken aan de kant gezeten heb. Gewoon niet gevochten. Ik heb volgens mij niks meer gevochten vorig jaar. Ik ben bang voor die rib weer. En dan, op een gegeven moment gewoon gaan we die banaan weer vol trainen. En eigenlijk tot dit jaar eigenlijk. Dus je bent wel, je bent nu fit? Lekker ja. Klaar voor 18 juni? Ja, dat sowieso.
Dat sowieso. Heb je voor 18 juni nog iets staan? Ja, ik heb 7 mei een partij staan in Panama. Zo? Ja, dat is dan een full Muay partij. En we werken gewoon partij na partij, maar ja, 7 mei is volgende week. En 18 juni heb ik sowieso met mezelf wat goed te maken. En met de mensen die voor mij gekomen waren. Dus, en succes in Panama! Ja, dankjewel. Dat is wel gaaf. Zeker. Tegen wie sta je? Tegen een Amerikaan, Brett Hellebeck. Of, ik weet niet precies wat zijn achternaam is, maar een Amerikaan in ieder geval. Easy peasy, die Amerikanen kunnen niet verder. Ja, daarom. Ja, ik ga uit van mijn eigen dinges en lekker beuken eigenlijk. Dus Marco gaat met je mee? Ja, Marco gaat mee. Je staat altijd in je hoek? Ja, altijd. Nou ja, we wensen natuurlijk heel veel succes. En je blijft je volgen. Waar kunnen we je vinden op social media? Op Facebook. Mijn Facebook is gewoon Guillermo Blokland. Op Instagram heet ik Blokland Guillermo. Dat is gewoon mijn naam andersom. Dat is het eigenlijk een beetje. Oké. Er zijn altijd wel nieuwe dingen of op Facebook of op Instagram. En voor de mensen die me willen volgen, kunnen daar... Gaan we zeker doen. En heel veel succes, jij. Dankjewel. Hoes. Dus. Dankjewel. Ja, Fight Master. We zijn in 2009 begonnen met het organiseren van gala's. Dat was het eerste Fight Master gala met Remco Hiskens tegen Errol Koning. Dat was hun eerste A-partij. En dat was onze eerste editie. Tweede editie was een C-gala in oktober. Daarna hebben we nog een dames event, Ladies Fight Club. Die hadden we daar staan, hadden we een goed B-toernooi met de toenmalige B-vechters. Dat was een hele goede lichting. Dat was Denise, Kielholz, Sarah de Baaier, Samantha Middeljans, Sanne de Ruiter van Pinas, Erik Pinas. En we hadden Wasila, die was van Team Shoeboxen toen de tijd. En zo had je nog een paar meisjes. En die deden mee aan het toernooi en dat was een heel leuk event. Daarna hebben we nog wel wat events georganiseerd, maar inmiddels waren we ook alweer een eigen gym begonnen. Dat was de Simpson Gym. En Simpson Gym is begin 2016 uit elkaar gegaan. En wij zijn weer verder gegaan met Fightmasters. Ja. Ja. Dus daar komt Fightmasters vandaan. Fightmasters bestond al. Alleen door de samenwerking toen met Ryan Simpson hebben wij de naam Simpson Gym gebruikt. En Ryan heeft te kennen gegeven dat hij andere plannen had. En zo zijn we op zakelijk vlak uit elkaar gegaan. En zodoende is Fightmasters weer boven water gekomen. Fightmasters is een gym. Ja, qua organisatie staan we sinds 2009. En nu sinds eigen gym, begin februari. We zitten in Almere, de Markenkant, 1521C. We hebben een paar leuke vechters rondlopen, zoals Hamza, Hazar, Jasmine Tam, Bas Derks, is een nieuweling ook. We hebben Victor Kuku, dat is een veteranen A-klasse, die wat leuks gaat laten zien binnenkort in mei, 28 mei bij Ali Gunja, A1 gala. Mohamed El Mesaoudi moeten vergeten, dat is onze A-klasse, 70 kilo. Die heeft laatst bij WFL zijn eerste gala, of zijn eerste partij weer gedraaid. Van Massi gewonnen. Na een lange tijd. Van Massaro gewonnen, ja, klopt. En we zijn lekker bezig. We hebben een Treffel Veerkamp. Ja. We hebben Benito Coupé. En Harold Deekman. Yes. We zijn met z'n drieën, dus Ken geeft geen les bij ons. We geven, met z'n drieën geven we les. En daar leren we gewoon goed in. De vechters hebben met alle trainers te maken. En we hebben ook een hele goede band met onze vechters. Maar dat hebben alle trainers, hè, uiteraard. Maar we zitten er wel heel kort op met de vechters. Jasmine Tam die kwam bij ons binnen 3-4 jaar geleden. Dat is een klein meisje, onschuldig meisje. En wij zagen al meteen dat zij gretig was. Ze heeft heel lang onder mijn moeder gestaan omdat ze in de jeugd bij mij binnenkwam. En ik ben echt de jeugdtrainer. Dus ik heb alles wat ze heeft meegemaakt, heeft op kickboxgebied, heb ik met haar meegemaakt. Dus Jasmine en ik hebben een hele goede band met elkaar. Zij zegt het aankomend talent, hè? Absoluut, absoluut. Naar haar echt in de gaten houden. Absoluut, absoluut. En... 18 juni, hetgeen wat ik kan zeggen is, we hopen dat het weer zo'n succes wordt als 28 november jongsleden in Almere Haven.
En het wordt hartstikke mooi, het wordt een hartstikke mooi event. En gezellig. Kom, ja, absoluut. Kom allemaal er naartoe. Lekker eten, lekker drinken. Een andere locatie. Was voorheen in Almere Haven. De locatie in Almere Haven gaan ze verbouwen. Oh, oké. Ja, die gaat plat. En daar komt een nieuwe locatie voor in de terug. Waarschijnlijk 2018 zal daar weer iets georganiseerd kunnen worden. Mocht het zo zijn dat de locatie net zo groot is als voorheen, of groter, dan denk ik dat we weer terug gaan naar die locatie. Oh, omdat Almere Haven, daar staan we wel 100% achter dat onze thuis locatie is. Oké, okay, nogmaals kaarten. De kaartenverkoop die gaan over, nou, wat zullen we zeggen, halverwege mei gaan die in de verkoop. Gaat die van start, bedoel ik, bij de deelnemende sportscholen en bij Fightmasters in Almere, maar ook bij Dave Gym in Almere, ook bij Sekkershout, en dat zijn allemaal deelnemende sportscholen, die ook via de vechters. Dus we hebben Fred Sikking tegen Sergio Piquet, we hebben Sarah de Baaijer tegen Ilona Wijmans. Ik zelf hou van dames kickboksen, dus ik vind het een hele mooie kaart. We hebben Clyde Brunswijk tegen Remco Hiskens. En ja, we hebben een paar leuke B-vechters. Ik zie Jekies dit keer niet op de kaart. Jekies is onze Armeense tijger. Ja. Nee, leeuw, hè? Leeuw, Armeense lion. Ja, ja, ja. Nee, Jekies staat er dit keer niet op. Hij heeft op de twee vorige edities wel gestaan. Ja. Dit keer niet. Misschien een volgende editie. Ja, we hebben daar nog niks over gehoord. Kijk, als organisatie kun je daar ook niet te veel mee bemoeien. Dat is iets tussen de bond en de deelnemers. En daar staan we ook 100% achter. We waren er wel op aangesproken in het begin, maar we hebben gelijk doorgegeven van je moet niet bij ons zijn, je moet echt bij de bond zijn. Wij organiseren iets en de bond die verzorgt de uitslagen van de wedstrijden, daar kunnen wij helemaal niets aan veranderen. 18 juni en jij, bedankt voor het interview. En dank. En we blijven natuurlijk volgen. Kom allemaal de 18e naar de sporthal in Stedenwijk. Hoes! Hoes! Ja, daar had ik helaas verloren punten. En ja, voor de rest was alles goed gegaan bij, in Norf. De voorbereiding was goed. En het gevecht zelf was goed. Alleen het jammer van het achttellen wat ik heb gekregen. Twee keer, hè? Ja, twee keer, ja. Twee keer, ja. Hij heeft tegen veel grote namen gevochten. En omdat hij lang is, hij was te zwaar. We hadden tot 100 kilo afgesproken. En de trainers die vroegen me, ik zei, weet je wat, reguleer, maar ik wil wel vechten. Weet je, ik wil wel vechten, het maakt mij niet uit. Ik wil wel vechten. Ik had hem ook gezegd, ik ga vechten. Maar mijn trainers gaan jouw trainer bellen, van hoe het zit. Dat was een mooi gevecht hoor, Danny. Ja, zeker, dankjewel. En ja. Omdat ik nog ander aanbod heb gekregen in het buitenland, wil ik die ook pakken. Weet je, dan ja, eigenlijk 4 wedstrijden zou ik dit jaar doen. Als het goed is, vecht ik in september in Duitsland. En dan heb ik in november heb ik aanbod gekregen om in Suriname te vechten. Dat wordt mijn eerste keer dat ik daarom heb ook gezegd ja. Het gaat ook via Killa. Dat zijn gala van hem en nog andere. En met nog andere mensen werkt hij samen. Dus, en de datum weet ik niet precies wanneer, hij zei alleen november. Etienne met nog andere jongens uit Suriname. Samen. Ja, ik krijg het heel vaak te horen van heel veel mensen, trainers. Laatst heb ik ook een gesprek gehad. Waarom ga je stoppen? Je zit nog niet. Het is eigenlijk ook wel zo, als je zolang je nog boekingen hebt. Je kan eigenlijk nog wel wat je pakken kan wat je kan pakken. Zo wat. Echt, nee, echt. De voorbereiding, ik dacht dat ik moeite zou hebben met voorbereiden. Hè. Ik was elke training bij, alleen twee trainingen was ik er niet bij, omdat ik griep had. Voor de rest was ik er elke training bij en af en toe kreeg ik rust. Maar, het is je comeback partij. Ik mijn trainers vroegen me dat ook en ik ben nog aan het... goed aan het bespreken wat ik ga doen. Ze zijn nog echt goed te bespreken wat ik ga doen met mijn trainers. En wat zij moeten me ook motiveren, dus dat doen ze ook. Ik kan niet uit mezelf zeggen, ja, ik ga verder of iets. Ik moet even goed bespreken. Je hebt 5 rondes tegen Raymond staan. Ja. 5 rondes. Toen ik Raymond zag, dacht ik ook van... ik denk niet dat Zoa 3 rondes gaat halen met hem. Ja. Maar je hebt sowieso makkelijk die 5 rondes gehaald. Ja. Alleen niet gewonnen, maar je hebt ze wel... Je hebt er wel gestaan. Ja.
Dus oké, okay, dus we, nou lieve fans, we houden jullie op de hoogte. We proberen zo bij ons te houden. Hou ons op de hoogte, want ik denk maar... Jij bent wel de eerste, als het mocht doorgaan, zou... Krijg ik de scoop, hè? Ja, zeker. Is goed. Ik vecht tegen een jongen van Team Oosken. Ik ben even zijn naam kwijt. En dat wordt een, ja, is een jongen van mijn gewicht ook. Tot 95. Zit je lekker op je eigen gewicht? Ja, en dat vind ik belangrijk. En voor de rest weet ik niet veel info over hem. Naam weet ik ook niet. En wat ik al zei, ja, ik train gewoon tegen iedereen te vechten eigenlijk. Maar ik heb al eerder wel tegen zware jongens gestaan, maar op deze leeftijd wil ik het niet meer doen. Hoe oud ben je nu? 34. 34? Het wordt echt een vuurwerkpartij, echt. Echt een vuurwerkpartij. In ieder geval succes 18 juni, we gaan je in de gaten houden. En nou, jij gaat ons op de hoogte houden. Zeker, zeker doe ik. Ja, oes. Oes. Ilona Wijmans van Manhoef Gym, hoe is het? Ja, goed. Hoe ik ben begonnen met kickboksen? Het is eigenlijk heel grappig. Ik heb altijd eerst heel lang taekwondo gedaan. En op een gegeven moment won ik daar alles bij. Zo bij de heren als bij de dames deed ik mee. En ik ben iemand, ik heb echt een uitdaging nodig. En ik moet echt een bepaalde adrenaline krijgen. Anders ja, zak mijn motivatie en mijn zin erin. En dat was toen een gymzaal met twee verdiepingen. En als ik dan zelf getraind had, dan hoorde ik altijd heel veel geluiden en herrie. En dan, zo nieuwsgierig als ik was, ging ik altijd kijken. En dan zag ik kickboksen. En toen kwam ik thuis en zei, pap, mam, ik ga kickboksen. Dat was misschien 13 of zo. Het eerste antwoord wat ik kreeg was nee, gelijk. Nou, dat na maanden lang voorthouden, elke dag nee. Toen op een gegeven moment waren ze denk ik zo klaar met mijn gezeur. Dat ze gewoon ze gezegd, dat is goed. Ga je 5 dagen in de week, ga je alleen boksen. Waar ik dus op dat moment niet mijn doel in lag, of wat ik wou. En de andere 2 dagen het weekend ga je alleen maar huiswerk maken. Ook heb je het af, maak het nog maar een keer. Of maak het nog maar een keer. De hoop dat ik het geen jaar zou volhouden. En nou, precies na een jaar zei ik zo, ik heb nu precies een jaar volgemaakt. Dus ik ga nu kickboksen. Diepe discipline. Ja, ik zit nu, ik denk, ja, 4-5 jaar bij mannen. Ja. Ik ben 25 jaar. Ik vecht meerdere gewichten, zoals velen al weten. Ik maak in principe een schommeling van 55, 56 kilo naar de 65 kilo. Dat heb ik laatst ook gevochten. En mijn record is nu, ik denk, ja, rond jou, ja, 47 partijen. 6 verloren, 1 onbeslist en 9 knock-outs. Te veel, nee, geintje. Nee, je traint nooit genoeg, vind ik. Ik vind, je moet het ook hebben van je uren maken in de gym. Om het überhaupt te kunnen verdienen om te winnen. En ik probeer eigenlijk elke dag te trainen. En ja, je lichaam vraagt soms om rust. Dus dan meestal geef ik me, ja, 1 dag in de week rust. Of een hersteltraining, dat ik wel iets doe, maar dat ik, ja, niet mijn lichaam te veel belast die dag. En verder probeer ik zeker 5 dagen in de week 2 keer per dag te trainen. En dan de andere 2 dagen gewoon 1 keer per dag. Naast kickboksen ben ik gewoon aanwezig in de gym, actief in de gym. Ik wil lessen geven, privélessen en ik ben nu weer pas begonnen met een nieuwe studie. Dus daar ga ik nu ook weer mijn aandacht naartoe. Het is eigenlijk gewoon het is gewoon voedingsleer en gewichtsconsultant. En ik vind het gewoon heel mooi om mensen te helpen. En ik vind gewoon het gewicht en een goede leven, gewoon een goede gezonde levensstijl, is momenteel bijna bij iedereen een probleem. Mensen weten gewoon niet hoe ze dingen moeten inplannen, hoe ze het moeten aanpakken, hoe met voeding om te gaan en beweging. En ik wil gewoon mensen daarbij gaan helpen. Ja, het is nu momenteel heel weinig, omdat ik veel partijen, tenminste belangrijke partijen heb gestaan, waardoor ik dan gewoon echt volledig in de focus wil en de focus op mijn training wil hebben. Maar ik wil ook wel weer meer lessen gaan geven. Ik vecht op min 56, min 61 en min 65. Maar in principe natuurlijk ook alles wat daartussenin zit, dat vecht ik. Nee, ik vind gewoon dat je niet specifiek bij één organisatie één gewicht moet vechten. Ik vind, nee, gewoon het geldt gewoon voor alles. Dat was min 65. Nou, fout gaan is natuurlijk, het gaat nooit iets echt heel erg fout. Het zijn gewoon leermomenten. En in principe, het ging redelijk goed. Het ging heel close op. En ja, ik denk zelf misschien nog extra ronde in ieder geval. Maar in ieder geval, op dit moment was zij iets beter. En daar hebben gewoon bepaalde dingen in meegespeeld. Ik liep in mijn eerste partij tegen Daria, liep ik een zware enkelblessure op. Waardoor ik mijn enkelband wat ingescheurd had. En ik ben natuurlijk ook het toernooi al ingegaan met een gebroken hand. Ik heb absoluut geen excuses. Het is een keuze die ik zelf gemaakt heb. Maar ja, ik wil gewoon dat... Ook gewoon laten zien dat je gewoon wel meer moet, mensen moeten meer vechten, meer het hart voor de sport hebben. En
ik vind dat het hard bij heel veel, vooral bij heel veel vechters momenteel wegraakt. En gewoon denken van, nou weet je wat, ik heb geen zin of ik heb pijn in mijn grote teen, ik meld me maar af. En ja, ik zit zelf niet zo in elkaar, we hadden heel veel afzeggingen gehad. Dus ik vond ook niet dat ik het tegenover de organisatie kon maken om ook nog af te zeggen. Maar nee, de finale zelf was gewoon een super partij. En ik denk echt dat het publiek eigenlijk de grootste winnaar was, want het was gewoon echt een harde damespartij. Oh, dat durf ik echt niet precies te zeggen wanneer die precies. Ja, het was vooral gewoon heel slim en heel tactisch vechten. Dat misschien niet altijd iedereen even goed van mij gewend is. Maar ja, gewoon echt met één hand gevochten en mijn benen. En het ging gewoon heel goed, heel makkelijk eigenlijk. En ja, dat was eigenlijk wel gewoon heel fijn. Heel veel goed mijn links gebruikt in mijn trap. Het grootste verschil in de gewichten is, denk, vind ik persoonlijk, is de weg naar naartoe. Dus moet je veel afvallen of niet? Het gewicht in de ring merk ik niet zoveel. Kijk, tuurlijk, op lichtere gewichten zijn ze misschien iets sneller. In de zwaardere gewichten hebben ze misschien iets meer power. Maar over het algemeen, nee, ik merk niet veel verschil. Ik heb er geen moeite mee. Ja. Klopt, ik denk dat wel, ja, dat, het is zwaar, het is moeilijk, maar ik ben ongeveer 1,68. Ik denk het wel. Ik kan natuurlijk niet zeggen bijvoorbeeld morgen of overmorgen. Niet gisteren, maar nee, ik vind dat ik natuurlijk wel sowieso een keer het wordt. Ik bedoel, de winnaar, dat weet eigenlijk iedereen, maar het publiek ook wel, dat was ik en dat blijf ik bij. Ik bedoel, na 3 rondes was de winst eigenlijk wel duidelijk voor mij. Dat was minstens 50 kilo toernooi. En de eerste 3 rondes waren in principe gewoon duidelijk voor mij. Ik kreeg een extra ronde wat gewoon absoluut niet terecht was. Die kreeg zij winst. En dan daarvoor vind ik gewoon dat de partij sowieso moet komen. Ja, in het protest dat was ingediend. Ik weet niet of er verder echt iets mee gedaan is met het protest. Ja, nee, dat weet ik wel. Dat gewoon dat de winst bij haar bleef. Maar verder, ja, om het protest verder te gaan, is dat durf ik niet. Ik heb nog nooit iemand protest of een protest zien winnen, maar tegen mij gebeurt het. Ik weet ook niet wat het is. Nou ja, ik vind ook gewoon dat daar gewoon, nou, ik heb daar haast geen eens woorden over vuil te maken. Ik bedoel, kom op, 5 rondes voor mijn naam. Als we gaan lopen moeilijk doen, kan ik ook moeilijk doen. Kom op, die hoge trap is gewoon achter in de 5e ronde. Ik bedoel, die hebben ze niet geteld, hè? Nee, die hebben ze ook niet geteld. Dus ik bedoel, als we gaan lopen zeuren, heb ik ook genoeg punten om te lopen zeuren. Ik bedoel, je mag niet werpen om het gevecht te ontwijken. Nou, ik weet het niet, maar ze heeft gewoon uit angst lopen werken omdat ze het gevecht niet aan wou gaan. Dus ik heb genoeg redenen waarover ik kan zeuren, maar kom op. Ja, wie weet. Ik bedoel, dat zou natuurlijk wel mooi zijn op zo'n platform. En dat ik dan gelijk echt iedereen kan laten zien van zo. Het is nu echt duidelijk en ik wil het eigenlijk tegen haar niet eens over de rondes laten gaan. Maar ja, ik weet niet of dat een makkelijkere stap is. Ik bedoel, nee, ik zou niet weten waarom dat per se een makkelijkere stap moet zijn. Nee. Ja, ik weet niet of het per se een positief punt moet zijn. Ja, ik weet natuurlijk niet hoe hun bekijken. Klopt. Ja. Heb je al eerder in Muay Thai? Ja, ik heb natuurlijk zoals over het algemeen wordt bijna op alle galas wel een keer regels toegepast. En voorheen heb ik ook gewoon wel op volle regels gevochten. Gewoon bij de moeder Community gestapt met ellebogen. En ja, mijn eerste paar partijen ging ook gewoon op de 5x3 minuten partijen met regels. Lekker zijn. Ik bedoel, je gaat daar niet heen om te denken van het is lekker om een titel erbij te pakken. Je gaat natuurlijk wel gewoon om hem mee naar huis te nemen. Yes. Ik ga ervan uit dat ze het me moeilijk gaat maken. Waarom? Je kan beter van het negatiefste, het zwaarste uitgaan dat het meevalt. Het is slim van je. En ja, zie ik een gat om weer eruit te slaan. Sorry Saar, maar dan haal ik je er wel uit. Nee, tot nu toe is 18 juni momenteel het enige wat ik heb staan. En dan na de zomer zien we wel. Ja. Nou, in ieder geval heel veel succes. Ja, dankjewel. 18 juni met alles wat je doet. Wij zijn echt fans van jou. Ja, super. Al een tijdje al. Leuk om te horen, dankjewel. En nou ja, succes en we blijven je natuurlijk volgen. Top. Oes. Ja, kom maar dichterbij zitten. Ja, opa's Randy. Ja. En lieve opa neemt je al jaren mee naar kickboxgala's, hè? Ja. Zeven van derde. Negen. Michel? Ibrahim de Beast, al bestaat hij. En de top 3. Is goed, schatje. Doei! Groetje, opa. Doei. En jij? Ik ben Timo Toro, Chico. Enschede. Ik heb 80 partijen gedaan.
kickbox? Ja, kickbox staat 2. Ik heb 60 gewonnen. Heb ik 10 verloren en 10 ondersteunen. Waar zat jij dan al die tijd? Ja, ik heb veel in wit, maar ik heb 5 jaar ben ik gestopt. Nu werd de draad weer een beetje opgepakt. Hoe oud ben jij nu dan? 28. Oh, ik ben nog jong, joh. Ja. Oké. Okay. Broekie. Ja, dat was mijn eerste MMA-partij. Oh, dat was je eerste? Ja, ik heb nooit MMA gedaan. En Anthony is een goede vriend van me. En die belde me op voor of we nog gevecht hadden voor 95 kilo MMA. Ik zei, hebben we niet. Ze mij wel. Hij zei, wat? Ik heb nooit getraind MMA, dus... Tegen Jimmy van Bemmelen. Jimmy van Bemmelen. Maar ik heb nooit getraind hoor. Ik wist niet eens wat ik moest doen op de grond eigenlijk. Ja, ik weet niet. Hij greep er niet in, want hij dacht dat ik die armklem aantrok. Of dat hij hem aantrok. Maar ik voelde helemaal niks. Hij zat helemaal niet. Ik trok hem door de ruiling. Maar je kunt ook zien als je het filmpje terugkijkt op YouTube. Zie je gewoon dat, ja, dat niemand het snapt. Zo de trainer van Jimmy snapt het zelf nog niet eens. Maar ja, ik kon 3 weken geleden volgens mij kon ik vechten. Op de gala van in Zutphen, van Beast of the East. Tegen Jimmy, maar dat heb ik niet gedaan. Nee, omdat ik, ja, ik vind het belangrijk. Het Europese titel. Dus, ik heb de Nederlands titel gepakt. Tegen met de Pieselik Jakut. Hij is afscheidspartij en ik heb van hem gewonnen. De tweede hebben we altijd tegen Errol Koning heb gestaan. Ik heb van gewonnen. 1 keer van gewonnen van Errol. 1 keer van verloren. Ik heb tegen Daryl Sigman heb ik gestaan in Zonnehuis. Dat was een kilo partij. Hij had in de interview laten tegen gezegd dat het een hele zware partij was. Hij kreeg van mij bloed in de mond van mijn neus. Ja, maar hij wou niet meer verder. Dus, maar jammer. Ik heb het meteen graag af willen vechten. Dus dan was de uitslag anders geweest. Ik zeg, dus, ja, dus, ik heb hem wel eens gezien. Dus ik vind het een goede vechter. Dus ik heb er zin in. Ja, ga knallen, want alleen maar vuurwerk. Vier leuk. Heb je al een tactiek hoe je hem gaat uitschakelen? Of? Nee, gewoon gas. Ik zie het wel. Ik heb wel wat filmpjes van hem gezien. Dat is normaal. Je kijkt naar het eerste al een keertje wel. Maar ik vind het goed. Heb je de naam nog? Nee, ik kon veel vechten, maar ik vind deze partij gewoon echt belangrijk. En ik vind als je op een gala ingepland bent, ga je geen 2-3 weken van tevoren een andere partij pakken voor blessures. Nee, want de promotor steekt wel heel veel tijd in zijn gala. En als dan de vechters afzeggen, is gewoon jammer. Dus, altijd balen, hè? Ja, dat vind ik jammer. Onnodige training. Veel werk is ervoor. Want als je dan een keer ergens anders gaat vechten en krijg je een blessure, kun je niet vechten op hun gala. Ja, dat is jammer. En waar kunnen we je vinden op social media? Facebook, ja, natuurlijk. Remco Hisken. Ja. Ja. In ieder geval heel veel succes 18 juni, ringstart part 3 tegen Clyde Brunswijk. Dat wordt zeker een knalpartij. Ja, wat vuurwerk, ik weet zeker. Ja, onderzoek. Dankjewel voor het interview. Poes. Black Dragon Industries met Roberto Cecel. Yes. Hoe is het? Ja, gaat goed. Het gaat gaan met je. Ik heb me meegenomen met mijn moeder naar Nederland. Maar die had mijn stiefvader in Afrika ontmoet. Geen niet. Maar ik vond het altijd leuk om van die vechtfilms te kijken. Ik vond het altijd een kick. En daarna, toen ik na die film ging, altijd in elkaar een beetje oefenen. Een beetje kijken van, wow, ik heb wat ik kan. En een keer nam hij mee naar een sportschool. Toen gaf hij daar les. En toen zag ik al die mensen trainen. Van, hey, mag ik een keer meedoen? En toen deed ik mee. Hij zei van, hey, doe een keer lekker mee. Echt serieus met sparren, zo lekker. Ik deed stap voor stap. En ja, toen had Remy Bojaski, het is een sportschool geopend. En ja, hij was toen, hij kende Marvin nog van vroeger, want ze hebben samen gezeten bij Majuro Gym. Marvin Cairo hebben we het ook. Ja, samen met Remy. En ja, toen hadden ze samen de sportschool geopend. Marvin was toen die tijd, was hij hoofdtrainer. Ik kwam als eerste, ja, niet vechten, maar gewoon als lid kom ik daar, als jong kom ik daar binnen. Toen was ik 11 of 12 denk ik. En hoe oud ben je nu? Ik ben 18. Oké. Okay. En ja, deed ik gewoon mee. Het was steeds leuker. Ik begon jongens pak slaag te geven. Toen vond ik het steeds leuker. En ja, zo is mijn dingen begonnen. Nee, we zijn echt voor onszelf. Team Marvin Cairo. Nee, Daryl. Kijk, we hadden niet echt een sportschool waar die wordt vertegenwoordigen. Maar ja, het is meer... Team Stigman, hij had zijn eigen team en dan was dat Marvin bij en nog iemand anders. Nee, we hebben nog niet eens zijn eigen vaste ruimte, maar we trainen een beetje overal. Bij Amsterdam, Almere, binnen 8 seconden. Binnen 8 seconden eerste ronde, hè? Ja. Wauw, tegen wie stond je? Thomas Marco, dat was zijn naam. Ja, wel een hele... Snelle partij. Ik zag hem zo van, wow, hij gaat me stropen. Gewoon te vechten, ik zag hij begon heel wild in te komen met hele domme hoeken en zo. Dacht, oké,
gewoon een hoek eroverheen, kijk wat er gebeurt. En hij liep hard tegenop, ging je neer. Dus ja. Heb je daarna nog gevochten? In Ierland. Die had je verloren, of niet? Ja. Ja. Ik werd gepikt. Gepikt, ja, moeilijk, hè? Ja, bijna is altijd zo moeilijk. Je moet altijd neerstaan en dan weet je 100% zeker dat je wint. Heb je al in Roemenië gestaan? Nog niet, het is echt een droom van me. Ik wil echt daar een keer vechten. Ik wil je vragen. Klopt, klopt. Ja, ik ken al die jongens ook. Alim Panaite, Benjad Ikboei, die broer Stoika ken ik ook. Toen ik rond was, maar bij dit in Roemenië. Je was een dag Thailand wat te noemen. Ja, dat was iets op. Nee, is goed. Ja. En je volgende partij? Mm-hmm. Tegen wie sta je? Een jongen van Team Holsken. Dat zei je net al. Was zijn naam even kwijt. Ik ben, in mei word ik 18. Ik ben 62 kilo en ik krijg een B-klasse. Nog één keer mijn eerste B-partij. Ja, in principe. Ik heb altijd, toen ik een wat jonger was in de eerste klasse. Kijk, was de jongen Tony Jas. En die begint een beetje er toe te krijgen. Ik denk dat hij alles is. Lijkt me leuk een keer tegen hem te vechten. Goeie. Nou Tony, ik weet, ja, je bent een goede jongen. Maar binnenkort, als ik wat verder ben, zal ik ooit tegen jou komen te staan. Gaan we een mooie pot van maken. En ja, dus. Bij Ringstars in oktober misschien, hè? Dat zou kunnen. Even aan Harold vragen. Ja. Nou ja, in ieder geval heel veel succes bij je aankomende gevecht 18 juni Ringstars. Ja. En we blijven je natuurlijk volgen. En we kunnen je natuurlijk ook op Facebook vinden. Facebook Roberto Sarsa en op Instagram Roberto_C21. Ik wil je maar volgen, trouwens bijhouden. Nou, wees erbij. Ik heb binnenkort een kaart. Ik ben voor kaart bij mij terecht. En gewoon komen. Ringstars, 18 juni. Post. Oost, dankjewel voor het interview. Yes. 25 jaar, volgende maand word ik 26, vecht 88 kilo, kom niet uit voor Rocky Jim, voorheen was ik Remy Bojanski. De laatste partij, dan praat ik over ruim een jaar geleden in Sonnenhuis, heb ik gevocht, zo ken ik niet meer, dat was een soort van invalpartij. Heb ik gevocht, heb ik verloren, sindsdien heb ik niet meer gevocht. Druk. Druk. Gewoon druk privé. Ja, echt druk. Een beetje kinderen, vriendin. Gezin. Ja. Werk, dus kost heel veel tijd. Ik heb wel getraind. Je bent wel gewoon door blijven trainen, oké. Okay. En 18 juni vecht ik tegen mama. Wat kunnen jullie verwachten? Nou, ik ben er gewoon, man. En ik heb er zin in. Ik heb al eerder tegen mama gevochten. Had ik gewonnen, ook in Almere. Oh, dus dit is gewoon een tweede rematch. Dus hij wil het graag, ik heb het geaccepteerd. Dus ik hoop dat hij traint. Dus ik ga er hard, ik train hard ervoor. Dus ik ben er klaar voor. Ah, dat is wel heel goed voor me. Dus zeg maar tegen Momba, hij moet trainen. Weet je, hij moet trainen, want ik ben er helemaal klaar voor. Hij wil die rematch, is ook mijn laatste partij, hè. Want hierna ga ik, ik ben druk met werk en zo. Dus ik ga wel trainen, maar hij is echt gewoon van mezelf. Oh, dus we willen echt je afscheidspartij? Ja, dus ik ga niet meer de ring in. Dus bij deze Momba, zorg ervoor dat je er klaar voor bent. Want ik ben helemaal ready voor je. Weet je, ik zet alles aan de kant om deze partij te draaien. Oes. Oes. Simpson Gym, Ryan Simpson is mijn trainer. En ik heb inmiddels 45 partijen gedraaid. En, ik heb 2 titels, 1 van de WFMC en 1 in Dubai van de FIBA. Je begint door te breken en hoe ben je begonnen? Ik ben begonnen met kickboksen toen ik 16 was. 15, nou nee, joh, goed jongen zelfs, 14, 15. Toen ben ik gaan fitnessen. En daar was een vrouw en die gaf les in kickboksen, gewoon 2 keer in de week. En zij vroeg al een half jaar mij van ja, kom je een keer mee trainen? En ik dacht altijd van ja, je bent gek, ik ga niet kickboksen. Ik blijf hier gewoon lekker op de loopband staan en dat vind ik wel goed. Uiteindelijk ben ik toch een keer mee gaan doen, om van het gezeur af te zijn eigenlijk. En
ingerold en toen ben ik op een gegeven moment bij Rocky Gym gaan trainen. En uiteindelijk bij Simpson Gym terechtgekomen. En hoe lang zit je al daar? Bij Simpson Gym zit ik nu inmiddels 6 jaar trainingbedrijf, misschien zelfs 7. Ja. Nou, ik train als ik naar mijn wedstrijden toe train, dan train ik vaak 2 keer per dag. Los van een keer dat ik in de avond niet kan of overdag niet kan, maar over het algemeen 5 dagen per week, 2 keer per dag. En dan nog op de zondag en zaterdag is mijn rustdag. Ja. En wat doe je naast je training? Nu werk ik part-time, maar ik heb altijd gestudeerd naast mijn training. Ik geef nu vooral heel veel les, dus dat doe ik vooral veel. Over mijn school. Nou, ik heb 2 studies gedaan. Ik heb een bachelor in social work en een bachelor in bestuurs- en organisatiewetenschap. Zo. Ja. En ik heb net fitness A gedaan. Want ik geef heel veel les en ook personal training en dat soort dingen. En ik wilde toch graag net iets meer kennis erover hebben, iets meer theoriekennis. En vandaar dat ik besloten heb om dat te doen. En dat ik vorige week, 2 weken terug, heb ik inderdaad mijn diploma ervoor gehaald. Gefeliciteerd. Maar met mijn trainersdiploma, vooral wat ik nu eigenlijk al doe, heel veel lesgeven. En vooral het 1-op-1, dat vind ik ook leuk om mensen verder te helpen in het doel wat ze graag willen halen. Vooral doorzettingsvermogen, want het was echt een hele harde partij. En misschien had de oude Sarah, hoe ik vroeger vocht, had misschien al opgegeven. Van oh nee, dit is echt veel te zwaar. Ik kreeg af en toe harde stoten en die moest ik ook echt af en toe even wegslinken. En vooral dat ik sommige dingen in mijn vechten moet aanpassen om wat minder stoten te vangen. Want af en toe wil ik te veel naar voren, waardoor ik ook onnodig vang, zeg maar. Dus dat vooral. Ilona is natuurlijk weer een hele andere vechter dan Rachel Adames. Dus ik zal natuurlijk mijn stijl een beetje moeten aanpassen. Maar ja, vooral, ik blijf natuurlijk vooral bij mezelf. Ik bedoel, je kan niet een hele stijl aanpassen. Je vecht zoals je vecht. En je kan daarin wel kleine dingetjes aanpassen of toepassen. Ze gaan vooruit inderdaad, wat ze nu zeggen. En vooral technisch. Dat ik overzicht heb en vooral technisch vecht. Nou, ik heb niet echt de ambitie om mijn WFL-titel te halen. Ik vind WFL natuurlijk een hele mooie organisatie, maar het is niet echt een ambitie voor mij om die titel binnen te halen. Dat zal niet gebeuren. Nee. Ik vind Ilona natuurlijk een hele goede tegenstander, ook echt een uitdaging. En dat zie ik voor nu als mijn doel en wat daarna weer komt, dat zie ik dan altijd wel weer. Ik heb altijd zoiets van, ik leef met het moment en dat is nu mijn doel. En dan als ik die win, dan kijk ik wel weer verder wie ik weer tegenkom. En? Het is natuurlijk altijd heel leuk om op een heel groot event te staan. Maar ik vind het ook heel leuk om op kleinere galas te staan, omdat de sfeer daar ook altijd heel leuk is. Dus ik heb ook niet zoiets van, ik wil per se bij een heel groot event staan of een heel grote naam. Als het gala maar leuk is, dan vind ik het al goed. Ja. Nou, mijn fans, dat zijn vooral mijn vriendinnen en mijn familie. En natuurlijk ook de mensen waar ik mee train. En die wil ik echt heel erg bedanken, want die staan altijd achter me. En het is niet altijd makkelijk om ermee te leven, want je hebt natuurlijk weinig sociale leven in aanloop naar een wedstrijd toe. Dus zonder hun zou ik het zeker niet hebben kunnen doen. En vooral ook met mijn trainers en jongens waar ik mee train, daar ben ik heel blij mee. Dus kom vooral kijken 18 juni, het wordt een leuke pot. Ik heb Instagram, mijn voor- en mijn achternaam, Sarah de Baaien. En ook Facebook heb ik. Oké. Okay. Ja. We wensen jullie gewoon heel veel succes. Ja, dank je voor het interview. Ja, jullie ook bedankt. Leuk. Gym. Ja man, ik heb zeg maar deze gym man. 23 jaar, 80 kilo, ja B-vechter. Ik ben nog bijna 8 partijen. Ja, 4-6 partijen, ik was een lange tijd even eruit. Na niks had ik niks gedaan. Want dat was de half van het jaar. Dus, ik had een blessure gevoel. Ik had mijn laatste partij was met Jay Overmeer. Dat was een hele toffe partij. Maar, na de partij had ik zo'n pijn in mijn rug, maar ik dacht, was gewoon iets kleins, kunnen doortrainen.
werd hij erger, ging dokter, dan ja, halfjaartje eruit, even rusten, fysio's. En nu ben ik weer hard aan de bak. Zoals altijd best, een showtje, spectaculair, veel vuur. Instagram, Sergio Kruinhoff. Kruinhoff, KRU, Griekse EIN, HOF. Facebook, hetzelfde. Dus, even kijken, ik heb mij heb ik nog een wedstrijd, maar ik ben Rimbuyaski, 90 mei. En juni en daarna zie ik wel verder. Na de zomer weer knallen. Ja, gewoon blijven trainen. En wil je nog iemand uitdagen? Oh, nee, ik heb niet echt specifiek mensen. Ik heb wel, met de vorige video had ik wel verteld over twee jongens. Die ook in de reeks gaan lang vechten, ik wil wel vechten. Dat zijn goede jongens. Dus, Nee, je gaat succes 8 juli en we gaan je natuurlijk in de gaten houden. Hoes. Hoes. Ah, die is mooi. Jessamine Tam. Ja. Black Dragon Industries in Almere, hoe is dat? Goed met u. Goed. Ja, het was een knalpartij in de Noord tegen Havira. En ja, gewoon goed gevochten, punten gewonnen. Dus op misschien volgende week bij Kluif en Dans. En dan dus de gale van Harold. Nog geen tegenstander. Nou, ik ben Jessamine Tam, ik vecht voor Fight Masters, ben 16 jaar. Ik heb vorige maand mijn eerste C-partij gedraaid. En ja, ik heb 2 partijen verloren, 1 onbeslist. En ja, ik heb heel veel jeugdpartijen gedraaid natuurlijk. Een stuk op 20. Ja, nou 25 zo. Ik heb 3 nieuwelingenpartijen gevochten. En dan 1 C-partij. Ik was 8 toen ik begon. Ik ben begonnen doordat ja, mijn vader kickbokst altijd al. Ja, ik weet niet of jullie kennen, Borgen van. Ik train bij voetbal. Nee, vandaar dus. Dus ik heb het altijd al wel meegekregen. Topsportcollege, Johan Cruijff. Ik ben nog 2 jaar. Wat heb je dan? Ik heb dan mijn fitnessdiploma. Dus ik kan les geven en noem maar op. Dus. En dan kan ik ook op sportscholen les geven en ik kan op normale scholen les geven. Dus ik kan zeg maar wel alle kanten op. Nou, misschien dat ik nog wel iets met fysio wil gaan doen, zodat ik dan wel het hele pakket zeg maar samen heb. Zo, naar de B. Nou, ik ga eerst even naar Harold, wou me dan nog eventjes een tijdje in de C laten, omdat anders voel ik dan te snel door. Ik ben pas 16 geworden. Dus. Ja, dat is waar. Met 16 jaar al in de C zitten, dan ja, nou, ik wil wel zo snel mogelijk zeg maar wel doorgroeien, maar ik heb liever dat ik dan niet dat ik in de A zit en dat ik geen partijen meer heb, want ik heb nu al weinig partijen. Dus. Ik weet dan hoe het al zal zitten in de A-klasse. Dus nog even wachten, even doortrekken op in het C. B-partij draaien en dan nog iets langer wachten op de A. Nee, niet echt. Niet dat ik echt. Nee. Nou, er is één vrouw die is gestopt met kickboxers, Ilon Elman. Queen. Ja. Zij is echt een voorbeeld voor mij. Wie ik echt een goede vechter vond, was Hippolyte. Ja, Ivan Hippolyte. Ja. Zeker. Ja, dat wordt wat. Dat wordt wat. Ik denk Badrari. Ja, ik zeg ook Badrari. Niet dat ik echt super fan ben van Badrari, want Rico Volk kan ook goed vechten. Maar het wordt wel echt een knalpartij met, denk ik, uitslag van Badrari heeft gewonnen. Nou, dat heb ik een knalpartij neergezet tegen wie ik ook moet. Dus maakt niet zoveel uit. Maar dat wel echt een knalpartij wordt. Gewoon komen kijken, elke partij komen steunen, blijven juichen. Komt wel goed. Facebook onder de naam Jessamine Elijla. En op Instagram Jessamine Elijla laten streken. Oké, okay. Nou in ieder geval heel veel succes. Ja, dank u wel. En we blijven je volgen. Ja, dank je wel. Dus. Nee, gewoon levenlijk. Nee, ik ben ook een nichtje van Ryan Simpson. Zijn moeder en mijn vader zijn broers. Ja, ik train een paar maanden bij Fuji. Ja, ik ben in januari begonnen met kickboxen. En ja, je traint natuurlijk voor een doel. Je gaat niet trainen, ja, tenminste ik niet. Ik train voor een doel en dat zijn wedstrijden. En ja, nu. Ik heb de mogelijkheid om een wedstrijdje te draaien. Eerste? Ik word mijn tweede. Ik heb 28 mei ook een partij staan. Ik ben 25 jaar. Ik vecht in de B-klasse. En ja, tot 53 kilo max, min 54. En hoe lang doe je dit nu?
Echt kickboksen zelf? Of, ja, echt 3 maanden. Ja, tenminste, vanaf januari ben ik echt mee bezig. Hoe kom je dan in de B? Want heb je dan ik daarvoor... Ik heb bokspartij gedraaid. Oh, vertel even dan over ja, de bokspartij. Ja, ik zat in een Nederlandse selectie met boksen. Oké, okay, wel zeggen. Ja, ineens in die B. Ja, ik zat in een Nederlandse selectie met boksen en ja, daar heb ik een aantal partijen gedraaid. En vandaar dat ik in de B moet. Interessant, nu ga je echt je benen switchen, ook... Ja, moeten gebruiken. En hoe kom je erbij om... bij Fossium te gaan trainen? Ja, we zijn met een team. Ja, met een team van Rotterdam gaan we met z'n allen, weet je. Het is makkelijker meerijden en Rotterdam. Vandaar? Ja, mijn peetbroertje en die vecht ook. Quinn Vega, die kennen jullie wel. Ja. Wat? Dus leuk. En dan gaan we met z'n allen heen en weer. Maar waarom train je niet bij je eigen familie? Ja, het is ver ook. Almere? Ja, een stukje verder. Een stukje verder. En wat ik al zei, ik ben door mijn peetbroertje, Quinn Vega, ben ik naar Full Gym gegaan. Hij heeft me meegenomen. En zodoende ben ik daar gebleven. Een van de beste gyms, dus zit daar goed. Ja, Michael Bob, Nicolita, François. Staat tegenover Priscilla van Pancration. Ja, klopt. Trissy. Ik kan niet meer als mijn best doen. Maar je hebt al goede bokservaring, hè? Dus, ik heb wel mijn bokservaring mee. Daarom. En wat hoop je zelf te bereiken in het kickboksen? Ja, gewoon de top. Heb je nu al iemand op het oog in jouw gewichtsklas waar je van denkt van die wil ik uiteindelijk? Ik denk dat iedereen het wel heeft. Maar dat hou ik nu wel even voor me. En die partij zal wel komen. En hoeveel tijd geef je jezelf om... De top te bereiken? Ja, ik begin in de B nu, dus ik wil wel tegen het eind van het jaar wil ik wel al een A-klasse partij misschien neerzetten. Ik ben heel benieuwd naar jou. Vooral omdat je zegt dat je net bent begonnen met kickbox en dat je al boxervaring hebt. En dat is gewoon heel mooi om te zien hoe je dat gaat te combineren. Dus, ik kom uit Rotterdam. En wat doe je naast het kickboxen? Ik studeer en ik werk. Rechten. Doe maar! Doe maar, en hoeveel jaar moet je daar nog een jaartje. We gaan je zeker in de gaten houden. En in ieder geval succes, wanneer was het? 29 mei? 28 mei. 28 mei en 18 juni bij Ringstars 3 in Almere. Dank u wel. Ja, heel veel zin. En doe de groetjes aan voor je, hè? Doe ik. En ook aan je oom natuurlijk. Ja. Oké, okay. Does. Does. Ik ben dus Jesse Fleming, 21 jaar. Ik vecht op 82 kilo zoiets. Ik kom uit voor 10 nitten. Ik kom uit Amsterdam. In B-klasse, derde partij heb ik. Dat kan allemaal. Mijn laatste partij was volgens mij op Rings van Milko Langrechts. Oké. Okay. Dus gewoon op winter. Ja, ja, ja. Ken je hem? Nou ja, ik heb wat filmpjes gezien van op internet, dus ik ken hem niet. Mijn vorige vechten had ik spektakel proberen te geven. Altijd voor de knock-out gaan. Ik denk dat mijn sterke punt is. Knock-out. Gaan we voor. Nee, dit is de laatste volgens mij. Voor de zomer. Zomerstop en denk ik ook. En wanneer ga je naar de A? Ik zou het niet weten. Volgend jaar? Ja, zoiets denk ik. Eind dit jaar. Een paar partijen binnen nog. En dan door, hè? Ja, door. Doe de top. Doe het af, hè? Is er nog iemand waar je graag tegen wil staan? Of, Nou ja. Iedereen is welkom. Ik wil iedereen verslaan. Dus, dat is een mooie uitdaging met je school. Oké, wat wil je tegen je fans zeggen? Kom naar Ringstars. Wat een spektakel, we gaan knallen. Hoes. Hoes, succes, hè? Hoes. Ja.